Amsterdam. We zijn hier op onze locatie in de Zuidas en ik wil je vandaag laten zien hoe wij onze lekkere pannenkoeken bakken. Wat heb je daarvoor nodig? Melk, zout, 2 eieren, honing en natuurlijk pannenkoekenmix. Nou hebben wij eigen pannenkoekenmix, maar je kan natuurlijk ook een andere gebruiken. Heb je alle ingrediënten klaarstaan? Dan gaan we nu het beslag maken. We beginnen met de eieren. Tik ze rustig leeg in een kom of in een schaal. Het is maar net wat je in huis hebt. Daarna doe ik altijd het beslag, zodat ik dat alvast even kan mixen met de eitjes. We roeren het rustig een paar keer door. Voeg de 1/2 liter melk toe. Je klopt het beslag rond totdat er geen klontjes in zitten. Dit kan natuurlijk ook eventueel met de staafmixer. Een beetje zout. En ons geheime ingrediënt is de honing. Ik heb ongeveer beslag gemaakt voor 6 tot 8 pannenkoeken. Je kan natuurlijk naturel pannenkoeken maken, maar je kan ze ook lekker vullen. Dat gaan we later laten zien. Dit is het beslag. Mooi glad. Niet al te dik. Vandaag ga ik mijn favoriete pannenkoek voor jullie maken. Wat heb je daarvoor nodig? Een handje spinazie, een handje geraspte kaas, een paprika, courgette en champignons. Voordat je begint, zorg even dat je de groenten hebt gewassen. De paprika die snijd in kleine reepjes, zodat die lekker makkelijk meebakt in de pannen. Dit geldt ook voor de courgette. Pontje bakken we niet mee. Een paar plakjes is meer dan genoeg. Ook vervangen voor een andere. Ik wil nu laten zien hoe wij onze pannenkoeken bakken. Wij gebruiken professionele pannen, maar thuis kan je natuurlijk gewoon een koekenpan pakken uit de kast. Wat heb je nodig? Boter. Zorg ervoor dat je pan eerst goed heet is. Dat is belangrijk, want dan bakt het mooie bruin. Doe flinke scheut boter in de pan. Draai even rond, zodat de boter compleet de onderkant raakt. Dan gooi je als eerste groenten in de pan die goed gebakken moeten worden. Dat zijn in dit geval de champignons, paprika en de courgette. Laat je heel even een beetje aanbakken. Dan gooi je de spinazie en de kaas eroverheen. Als laatste ons beslag toe. Zorg ervoor dat je het beslag mooi verdeelt in de pan, zodat je een mooie ronde pannenkoek krijgt. Zet de pan terug op het vuur. Laat hem even staan. Dit duurt ongeveer 4 à 5 minuutjes. Wanneer is de pannenkoek nou goed? Als je ziet dat de bovenkant licht begint op te drogen. Zoals je ziet is de pannenkoek inmiddels aan de bovenkant opgedroogd. Ik maak hem altijd even los, zodat ik zeker weet als ik ga schudden dat hij los in de pan ligt. Dan keer ik hem om. Zet hem terug op het vuur. Belangrijk gegeven is dat je nu het vuur laag zet. Laat je hem rustig nog even bakken. Ongeveer 2 minuutjes, daarna is hij lekker klaar om op te eten. Mijn pannenkoek is inmiddels klaar. Op het bord. Dan hou ik er zelf van om de pannenkoek af te toppen. Ik doe dat niet met stroop, maar met wat pitjes.
en heerlijk een lepel pesto. Ik hoop dat jullie het net zo lekker vinden als dat ik dat vind. Eet smakelijk!